je hem al hangen? Oh, ja. Lars, de nieuwe voorman van Saint-Tropez, voorheen Go Back to the Zoo. Is dat of niet? Ja, heb je hem al? Kan je zelf. Want, dames en heren, één jaloerse artiest. En hij is de jaloerse artiest bij ons vandaag. Want hij gaat ons vertellen op welke artiest hij nou weer eens jaloers is. Want die artiesten van tegenwoordig? Ja, het zijn bekend net mensen. Ja. Lars, goedemiddag. Goedemiddag. Welke plaat wil jij aanbrengen voor een jaloers artiest? Ik wil graag aanbrengen het nummer Boys van The Homesick. Dat vind ik echt een heel erg vet nummer. Die mannen uit de Dokkum? Juist. Oh, maar dat is nog een heel nieuw bandje. Ja, ze zijn nog niet zo lang bezig. En we hebben tijdens de popronde, dat deden we vorig jaar mee. En daar hebben we echt heel vaak. Ja, we speelden eigenlijk bijna elke show samen met de Homesick soort van. Die waren ook best wel vaak geboekt. En toen ik voor het eerst dat nummer hoorde live, toen dacht ik wel van ja, dat is wel echt heel erg cool. Het is wel bizar, want de meeste artiesten die kiezen altijd hele oude klassieke nummers uit. Ja. Ja. En jij doet dan de Homesick. Een band die gewoon jonger is dan jullie. En die band die inspireert jullie dan weer tot het maken van een hele nieuwe stroming muziek. Nieuwe band zelfs. Ja, dat is echt super cool. Ik denk dat het echt. De laatste tijd zitten we veel meer in die wereld natuurlijk. Omdat we ook echt een soort van opnieuw zijn begonnen en zo. Dan kom je al die cafeetjes en speel je ook allemaal met nieuwe, jonge bands. En kom je erachter hoeveel vette dingen er wel niet bezig zijn in Nederland. En misschien waren we het ook wel een beetje vergeten of zo. Maar op wat voor manier inspireren zij jullie dan of jou dan? Ja, echt wel door die energie en zo. En dat ze zo gewoon er vol in gaan met z'n allen. En ja, ze zitten daar in Dokkum inderdaad, wonen ze met z'n drieën. Ik kom zelf ook uit Friesland. Ik weet hoe verlaten en treurig omgeving dat op een bepaalde manier kan zijn. En dat vind ik wel echt super tof dat ze met zulke. Ja, dat nummer heeft gewoon een hele specifieke sound. En is het dan ook iets, of is dat is natuurlijk ongebruikelijk om zoiets te kopiëren? Ik denk dan meteen, oh, goed idee, dat gaan we ook doen. Ja. Ja, ik zat er laatst over na te denken. Vroeger deden mensen dat natuurlijk heel vaak, zo'n soort van kopiëren. Als iemand dan iets had bedacht of zo, dan was het heel gangbaar om dat dan ook te bedenken. Of een schilderkunst of zo, dat mensen elkaar dan gingen nadoen. Muziek is dat niet echt aan de orde, ja, per se. Wordt het niet echt cool bevonden. Maar ik moet wel zeggen, de manier waarop zij opnemen en hoe zij erin staan in het optreden en zo, dat is wel zeker wel inspirerend, ja. Lars, we gaan luisteren naar het nummer Boys van The Homesick. Met hele bizarre teksten, daarom heb je het nummer ook uitgekozen. Op welke zin moeten we letten zo meteen in het liedje? Do you think I'm just wasting the wifi? Do you think I'm just wasting the wifi? Ja, zit erin. Ja, dat is echt grandioos. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, geen idee. Ik heb die tekst al een paar keer bekeken. Omdat het gewoon zo weird is, maar ik snap niet helemaal waar ze nou precies op aan sturen. Zo zit het in het nummer. Oké, ja. Lars van Saint-Tropez. We gaan luisteren naar The Homesick. Met het nummer, roep jij hem nog één keer. Boys. Eén jaloerse artiest. Yes, I'm fine. I'm wasting time.